Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie weer een hele leuke video. Tijdje geleden. Maar ik heb een hele grote zak ontvangen van Naked met allemaal kleding erin. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet meer precies wat er allemaal in zit. Ik heb dit namelijk voor mijn vakantie besteld. Het kwam alleen niet op tijd binnen voor mijn vakantie. Dus eigenlijk het meeste wat hierin zit is allemaal zomerkleding. Omdat ik dus dacht dat ik niet mee zou nemen op vakantie. Helaas niet het geval, maar gelukkig ga ik in september met Zoe en Madelief nog een keertje. Dus dat kan natuurlijk ook gelukkig mee. En ik heb voor jullie natuurlijk ook een kortingscode, want daar zijn jullie denk ik het meest benieuwd naar. Met de code die nu in beeld komt, krijgen terugkomende klanten 20% korting en nieuwe klanten 30% korting. Dus zeker even een kijkje nemen waard. De zak openmaken, wat ik mezelf ook heel erg benieuwd wat erin zit. Als het goed is zit er dus ook een jas in, waar ik echt heel benieuwd naar ben. Ik heb ook iets voor iemand anders uitgekozen, een vriendinnetje van mij. Dus dit ga ik nog even niet openmaken, want dan kan het gewoon in de zak blijven zitten. Maar ik zal eventjes een plaatje in beeld zetten van wat het is. Het is namelijk een pak, een blazer met een broek. In echt een hele mooie kleur. Ik denk dat ze hier echt heel erg blij mee gaat zijn, maar die ga ik van de week aan haar geven. Dus die leg ik eventjes opzij. Zoals jullie kunnen zien is het echt heel veel. Maar ik ga beginnen met dit oranje wat ik zie. Ik zag dus op de website dat ze hier een rok van hadden. En het is heel toevallig, want ik heb het topje hier dus al van. En ik vind het heel erg leuk om van Naked van die setjes te hebben. Dus ik dacht, ik kies deze ook uit. Het is een hele lange oranje rok. En zit er dus een beetje zo'n soort patroontje in. En hier heb ik dus al de bijbehorende bandeau top van. Ik dacht, dit vind ik wel heel erg leuk als je lekker een beetje bruin bent. Om dan zo'n rok aan te hebben en dan zo'n bandeau top. Heel erg leuk. Ik heb deze in een maatje XXS. Eigenlijk heb ik altijd dit soort dingen bij Naked in een XXS. Omdat ik het gewoon heel erg mooi vind als het echt strak aansluit. En dan is een XS vaak net even iets te groot. Deze rok vind ik echt geweldig. Ik hou hier echt van die mooie strakke rok. Ik heb er al een paar andere van Naked. Niet deze, maar ook van die strakke rokken. Ik vind het gewoon super mooi met zo'n bandeau top erop. Nou, heb ik toevallig dus precies die ook voor de rok. Heel erg mooi. Volgens mij schijnt hij ook niet door. Voor zover ik kan zien. En hier aan de onderkant heeft hij dus een splitje. Heel erg mooi. Heel blij mee. Helemaal leuk. Dus dat is die. Dan zei ik natuurlijk dat ik daar dat topje ook van had. En die vind ik echt heel erg leuk. Dus die heb ik ook in een ander kleurtje besteld. En dat is namelijk deze. In het beige. En deze heb ik dus in diezelfde oranje kleur. En hoor je hier dus eigenlijk mee te matchen. Maar ik vond dit wel heel erg leuk voor op een pantalonnetje of zo. Of iets wits. Het is dus gewoon een bandeau top met hier aan de voorkant een knoop. En dan ook weer datzelfde printje erin. Deze heb ik wel in een XS genomen. En die zit gewoon helemaal prima. En hij heeft ook nog zo'n plastic band. Waardoor het gewoon goed allemaal op zijn plek blijft zitten. Dus die. Dit topje. Heel erg pretty. Ik moet zeggen, ik vind het denk ik wel mooier als ik er een strapless BH onderaan heb. Omdat het een beetje lijkt of een beetje punty te hebben. En hij had op zich ook wel een maatje kleiner gekund. Maar nu kan er dus nog gewoon een mooie BH onder. Wel echt heel erg mooi. Ook met dat hij hier zo gedraaid is aan de bovenkant. Dan heb ik een bikini. In echt een hele mooie kleur. En dit topje heb ik dus al in het zwart. En die vind ik gewoon heel erg mooi zitten. Die heb ik echt al 2 jaar volgens mij. En ik zag nu dus ook dit kleurtje. Die vond ik wel heel erg leuk. Dat is dit topje. En dan heeft hij hier zo'n band. Dat je die zo in je nek kan doen. Ik vind dit wel echt een heel erg leuk bikinietje. Op camera komt de kleur iets anders over. In het echt is het meer groen. Op camera is het meer turquoise voor mijn gevoel. Maar ik vind deze heel erg leuk. Het enige is wel dat je hem aan de achterkant niet kan verstellen. Maar je kan hem natuurlijk aan de voorkant wat strakker of wat losser maken. En ik heb deze in een maatje XS. En daar heb ik dus ook het broekje van erbij. Maar die ziet er wel een beetje groot uit. Ik hoop dat ik deze pas. Ik heb deze ook in een XS. En dit is de voorkant. En dit is de achterkant. Ik denk dat die een beetje groot gaat zijn. Ik ga trouwens geen aanbeelden of iets van bikinis erin plakken. Ik zal wel hier even een plaatje van het model erin plakken. Maar dat vind ik gewoon niet heel erg chill. Maar in ieder geval dit broekje. En ik vind het gewoon heel erg mooi dat het aan de zijkant van die dunne bandjes heeft. Dan heb ik nog een bandeau topje. Ik heb deze top echt al in heel veel kleuren van Naked. En toen zag ik deze kleur. Ik vond deze eigenlijk ook wel echt heel erg mooi. Een beetje oud roze kleurtje. Ook weer mooi als je bruin bent. Maar ik vind het ook heel erg leuk bijvoorbeeld op een zwarte linnen broek. Of ook juist op een spijkerbroek of zo. En dat is gewoon een hele simpele bandeau top. Maar ik vind deze gewoon echt heel erg chill. Ik heb deze al, zoals ik zei, in meerdere kleurtjes. En hij heeft ook weer aan de bovenkant zo'n plastic randje, waardoor die gewoon goed en mooi blijft zitten en dus niet afzakt. Dus deze. En deze heb ik in een XS. Dit is dat topje. En ik moet zeggen,
Ik heb hem nu dus in een XS. En ik heb hem ook al in het zwart, ook in de XS. En die zit toch iets strakker. Deze is toch iets losser, maar die zit op zich wel prima. Ik vind het wel echt een heel erg mooi kleurtje. Dan heb ik nog een bikini, een witte. Want ik heb dus eigenlijk helemaal geen witte bikini. Maar ik vind dat wel heel erg mooi voor in de zomer. En dat is allereerst dit broekje. Hij is wel heel strak geknoopt nu. Maar het is zo'n broekje wat je aan de voorkant strak kan trekken of verder uit elkaar kan trekken. Dan kan je zelf een beetje bepalen of je hem heel cheeky wilt of gewoon een beetje normaal. Ik heb deze in een XS. Volgens mij hebben ze deze dus ook echt nog in allemaal andere kleurtjes. Ik heb ook eigenlijk echt helemaal geen bikinis nodig. Ik heb zoveel bikinis. Maar okay. En dan gewoon een simpel triangle topje. Maar op de website hadden ze hem dus zeg maar zo gedragen. Hoe je dat nu heel vaak ziet. Dat hij dan net weer iets anders is. Vind ik ook wel echt heel erg leuk. En ik vind wit gewoon heel erg mooi. Dat is die. Ook in een... Het kaartje is eraf gevallen, maar ook in een XS. Dan datzelfde bandeau topje heb ik ook in het wit. Omdat ik de mijne nu al een tijdje heb. En er aardig wat Bacardi Cola's overheen zijn gevallen. Dus het was eventjes tijd voor een schone nieuwe witte. En deze had ik dus al. Dus ik wist gewoon dat deze chill was. En die is precies hetzelfde als die roze. Heb ik ook weer in een XS. En dan heb ik dat topje ook nog in het wit. Gewoon precies hetzelfde als die roze. Maar ik moet zeggen, deze zit wel weer wat strakker. Misschien is die roze gewoon net een ander stofje. Maar ze zitten allebei wel gewoon prima. En ik vind het altijd gewoon heel erg mooi als je bijvoorbeeld een hoge satijnen broek of zo aan hebt. Of een blazertje eroverheen. Het zijn gewoon hele handige, leuke topjes. Dan iets van linnen. En dat vind ik altijd echt heel erg lekker in de zomer. En dat vind ik dus ook heel erg leuk om bijvoorbeeld met zo'n bandeau top te combineren. En dan een leuk blouseje eroverheen. Ik heb dus een witte linnen short. En ik heb dus al van Naked een witte linnen blouse. Dus ik dacht dat is wel heel erg leuk om dat daarbij te combineren. En linnen vind ik gewoon altijd super chill in de zomer. Het is lekker luchtig, maar het ziet er toch heel erg leuk uit. Leuk slippertje eronder. Zoals die. En deze heb ik in een maat 32. Dus in de kleinste maat die ze hebben. Dit broekje is heel chill en leuk om mee te stylen op vakantie. De camera ziet er een beetje groot uit. Ik vind dit echt wel meevallen. Maar het is ook leuk als je er dan zo'n topje op hebt om dan ook zo'n witte linnen blouse eroverheen te gooien. Met een paar leuke slippertjes eronder. Ik moet zeggen, voor de 32 vind ik hem nog best wel groot vallen. Maar het is wel echt een beetje het model. Hij moet natuurlijk nog wel eventjes gestreken worden. Maar heel erg leuk. Dan heb ik iets zwarts. En ik weet eventjes niet meer wat het is. Oh, ik weet het alweer. Het is een topje van de Hannah Schoenberg collectie. En die collectie is al best wel oud. Maar soms als je op Naked gewoon gaat kijken, hebben ze weer een soort van kleine restock of zo. En dit topje hadden ze dus ook. En ik vond het wel heel erg leuk voor uitgaan of iets. Het is dus een zwart flared mouwtje. En verder is het gewoon een hele simpele top van voor en achter. Hij is wel wat cropped. Ik vind dat wel heel erg mooi. En deze heb ik in een maatje 32. Dan deze zwarte top. Ik denk dat dit echt heel erg mooi is. Met een spijkerbroek en dan hakken eronder of zo. Maar kijk. Dit is ook leuk met van die flared mouwtjes. Geeft toch weer wat extra's en dat hij ook wat korter is. Aan de zijkant gaat hij hier open en dicht met een rit. Dus dat zit ook wel lekker. Helemaal top. Ik zie er ook echt niet uit, sorry. Maar het is zo warm buiten en ik wilde gewoon heel erg graag deze video opnemen. Ik wilde gewoon heel erg graag dit pakketje openmaken. Dan heb ik echt een heel erg leuk strandjurkje. Ik vind het zo jammer dat het niet op tijd is binnengekomen voor de vakantie. Maar in Nederland is het nu ook lekker weer. Dus kan ik het ook gewoon dragen natuurlijk. Maar dit is dus een wit linnen jurkje met een mooie V-hals. En hiervoor kan je hem dan knopen. Ik vind het gewoon heel erg leuk met een paar laarzen eronder. Echt heel erg leuk. Ik heb hem in een maatje 32, omdat dit valt normaal altijd best wel groot. En ik vind het toch leuk als het wel een beetje losvalt, maar toch nog een beetje getailleerd zit. Dat je nog wel een beetje een figuur erin hebt. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Heel erg leuk voor de zomer. Lekker spul ook. Ik weet niet echt of dit linnen is trouwens. Wat is dit? Ik weet het niet. Het voelt wel echt heel lekker aan. Dus dat is die. Zo jammer dat het jurkje niet op tijd was voor vakantie. Kijk nou hoe leuk dit is. Die maat is echt perfect, zeg maar. Hij zit nog wel een beetje los. Maar niet te los. Dat het niet lijkt alsof je echt 5 maten te groot aan hebt. En wel een beetje een V-hals. Dus ik zou dit wel echt met een bikinietje dragen. Gewoon lekker van naar het strand. Maar ik vind dit heel leuk. Je kan dit ook nog een beetje zo los laten hangen. Of gewoon één strikje erin maken. Een beetje zo nonchalant hangt. Ja, ik vind dit helemaal leuk. En dan alweer iets als laat. En hier ben ik zo blij mee. Het is nog niet helemaal voor het weer van nu, maar ik zag het op de website en ik dacht, ja, ik moet dit gewoon alvast hebben. Ik had het ook al bij de Zara voorbij zien komen. Maar het is dus een trenchcoat van denim.
Leuk. Ik heb hem in de maat 32. Ik heb eigenlijk altijd al mijn jassen bij Naked in de 32, omdat ik Naked gewoon best wel groot vind vallen. En ik natuurlijk niet wil dat het een soort van slaapzak is. Het is heel lastig laten zien op beeld. Ik zal het zo meteen de aanbeelden wel beter laten zien. Maar het is dus gewoon een trenchcoat van denim. En denim is natuurlijk nu helemaal een ding. Ik vind het ook echt heel erg leuk. In een maatje 32. Dus volgens mij had je ook nog verschillende kleuren. Maar ik vond dit wel een mooie kleur voor de herfst straks. Dus heel erg blij mee. Niet dat ik al over de herfst wil nadenken. Want ik haat de herfst. Maar goed. Ik vind dit heel vet. Zo'n trenchcoat van denim. Er zitten wel zakken in, maar die moet je eventjes doorknippen, zeg maar. Dit is toch leuk. Hij is wel echt heel lang. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje bij die jas hoort. Maar ik vind die kleur echt heel mooi. Hij is ook niet zo dik. Het is ook wel lekker voor het begin van de herfst als het nog niet zo koud is. Helemaal leuk. Dat waren dan alweer alle items die ik bij Naked heb uitgekozen. Misschien is het leuk om volgende keer met een Naked Shop vlog dus met iemand samen te doen. Om outfits voor elkaar uit te zoeken. Ik ga binnenkort eventjes een Get Ready With Me filmen. En een beetje bijkletsen met jullie. Want er is best wel veel veranderd de laatste tijd. Er gaat ook wel weer wat veranderen de komende tijd. Dus dan ga ik jullie eventjes allemaal op de hoogte stellen. En even helemaal lekker bijpraten. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Ik zal eventjes alle linkjes van alle items in de beschrijving zetten. En de kortingscode zal ik er ook nog eens een keertje bij vermelden. Hij is tot 17 juli geldig. Dus dan weten jullie dat. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer.